Nou, we zijn allemaal praktijkdocenten op deze school. En voorheen waren de vakken echt zeg maar los van elkaar. We hadden een onderdeel voeding, plant en dierverzorging bijvoorbeeld. Maar wat we nu proberen is om dat wat meer in verbinding met elkaar te krijgen. En hebben jullie hier ook projecten voor lopen? Ja, heel veel. Heel veel kleine projectjes die gewoon makkelijk en goed uitvoerbaar zijn, ook met leerlingen. Dus bijvoorbeeld, om een paar voorbeelden te noemen, we gaan meer producten van de eigen tuin direct verwerken bij voeding. We proberen ook om wat kringlopen zeg maar in stand te krijgen. Dus mest van de dieren op het landje. Om dat ook duidelijk te maken aan de kinderen. Dat is eigenlijk het voornaamste doel, om dingen zichtbaar te maken. Wat doe jij een beetje om de school duurzaam te maken? Nou, ik ben nu vooral bezig met de kantine. Dan gaan we vegetarische en glutenvrije dingen erin doen. En dan hebben we en dan mogen we zelf gewoon een beetje brainstormen met de groepie. En anderen die ben bezig met de open dagen. Daar doen we gaan een paar een presentatie doen in een lokaal. Zodat mensen ook weten wat we allemaal doen. We zijn ook bezig met de schoolplein, want die willen we ook groener maken. Dat er meer gras komt, want nu staat er voornamelijk één grote boom als je erop. Verder is alles een beetje beton en steen. En doe je dit alleen of doe je dit met een groepje? Bijna alle docenten die zitten erin. En nu zaten we rond de 32 leerlingen, dachten we. Een aantal andere projecten zijn bijvoorbeeld om hele bloemrijke akkerranden aan te leggen. He, dan trek je weer insecten aan, dat trekt weer vogels aan. En zo krijg je dus steeds meer leven rondom de school. Maar wel, laten we zeggen, de natuur combineren met de landbouw. Want dat is natuurlijk een heel actueel thema en dat proberen we hier dan zeg maar zichtbaar te maken. En zijn de leerlingen enthousiast om hier aan mee te werken? Ik denk het wel. Dat hoop je ook natuurlijk. Maar wat je wel ziet is, je ziet wel een soort kwartje vallen. Van, nu zie ik het en dan begrijp ik het. Dus we kunnen echt dingen laten zien. De compost, kijk eens hoe vruchtbaar die bodem is. Kijk eens wat voor mooie producten er groeien en dat gelijk verwerken. Dus ja, ik denk dat dat de kracht is van het project. En dan snappen kinderen dat ook beter. We staan hier zo voor composters. En wat houden composters in? Dat je eigenlijk dierlijk afval recycelt. En wat voor afval wordt hier zowel ingegooid? Plantenresten en dierlijke resten. Dus bijvoorbeeld de hoeven van een geit als je die vuilt. En wat wordt er uiteindelijk mee gedaan? Over de planten heen gegooid eigenlijk, dat ze sneller groeien. Jullie meten ook de temperatuur op, maar wat houdt dit precies in? Nou, om te kijken hoe snel het verteert met stomend en bloeiend en verteren en zo. En hoe snel verteert zoiets? Ja, het gaat eerst heel snel en dan weer heel langzaam en zo steeds. En er staan ook stoplichten op de composters. Wat houdt dit in? Nou, je mag alleen in de groene gooien en de rest met rood zit vol.